Hey, omdraaien. Kom. Hallo? Ben nog wakker, vriend? Hallo? Hey. Deurtje open. Deurtje open laten. En wij gaan. Omdraaien. Kom hier, kom hier, kom hier, kom hier. Auw, auw, nee! Mes laten vallen. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP Duval en more. En vandaag ga ik op pad met de Volvo V70. We doen een beetje van alles wat, noodhulp, VP-meldingen. Daarachter ging een voertuig voor die wordt gezocht voor gevaarlijk rijgedrag. Nu gaan we daar even achteraan. Ik heb de Volvo gekozen omdat ik nog weet dat die echt gewoon chill reed. En die auto lijkt er vandoor te gaan. Deze Volvo trekt snel op en schakelt zeer vlot. We moeten hem nog wel even stopteken geven. Stop voor Sedan. Oké, we gaan hem even aanspreken op zijn rijgedrag. Dan pakt hij ook weer je wapen, dat moet ik wel even weten voor het geval ze gaan schieten. Wat ga je doen, wat ga je doen? Ja, alsjeblieft gewoon meewerken, hè, vriend. Ik pak gewoon nu al mijn vuurwapen, ik vertrouw het niet. ja, F10. Ik wil graag een ID zien, rijbewijs bedoel ik. Die moet je wel hebben. F12, meldkamer, graag even die nakijken voor me over. En daar komt uit. Oké. Je gaat voor mij een aantal bekeuringen krijgen. Ik heb daar een paar zaken gezien. Rijden door rood. Inhalen waar niet mocht. Dus die twee. Ga in ieder geval aanmelden ook voor een EMG cursus. Houd toch eens je smolman. EMG cursus. En dan gaat het CBR bepalen of zij daar iets mee gaan doen of niet. Maar aan de hand van wat ik jou, wat ik heb gezien en wat ik ga doorgeven, ga je die wel krijgen. Dus ja, ondanks alles, fijne dag verder. Ja, hij heeft me $100 betaald, meer kon ik niet, maar goed. De rest komt daar nog bij dan. Ik heb een Uzi, die hoef ik niet. Ja, moet u nog iets zeggen? Nee, ja. Nee. Denk het niet. Oh, ik kon nog. Die auto's hebben ANPR erop. Dus wij ook. Sorry, die was mister. Dit voertuig. Die zoeken wij nog. Die stond in de ANPR camera als verlaten plaats ongeval. Die heeft ooit eens een voetganger aangereden. Hoi. Even kijken. Adder. Ik wil graag een rijbewijs zien. Weet ik zeker dat ik de goede voor me heb. Officer, I've got it at home. Goed, dan mag je uitstappen. Dan ben je bij deze aangehouden. Dat was je sowieso al, maar nu ook nog eens voor wet ID. Even op de stoep gaan staan. Ja, en anders heen. Hoe gingen we dat ook weer doen? Zo. Oké, heel goed. Dan omhoog. Luister, je bent aangehouden. Wet ID. Vaststellen van wie je bent. Moeten we op het bureau gaan doen. En tevens staat de eigenaar van het voertuig ook gesignaleerd. Voor aanrijden. Van een persoon, iemand aanrijden en dan doorgaan, verlaten plaats ongeval. Dus dat gaan we verder ook even uitzoeken. Ik kon ook een
obstakel waar natuurlijk deze kan op laten komen. Call for services. Nee. Toch? Maar bijna schil. Nee. Oh. Ik kan misschien trouwens wel via hier toch een foto van hem maken ofzo. Oké. Nou, laat maar allemaal. Show me off area. Rent hij nou? Heb je hem nou of niet? Ja, ze hebben hem. Waar, wie, wat en waar? Oeh, daar. Nee, jij gaat nergens heen, maat. Uitstappen. Kom. Hier komen. Uitstappen. Je gaat niet verder rijden zo. Waarschijnlijk straal bezopen. Even ID zien. Hij wordt nog gezocht. Wouwen voor arrest is ja. F9. Ja, je kunt niet eens recht blijven staan jongen. Ga jij proberen te rijden, pannenkoek. Omdraaien. Hey, omdraaien. Hallo? Ben ik wakker vriend? Hallo? Hoi. En dan gaan we helemaal goed met je. Kom eens hier joh. Ja, goed zo. Dat dacht ik toch. Kom, hand op je hoofd. Ja. Hand op je hoofd. Kom. Kom, blijf eens recht staan joh. Kan ik je aanhouden. Anders zijn we over een uur nog bezig. Als het goed is ben ik nu iets aan het doen. Oké, ga een transportje deze kant op hoor. Voor iemand die even mag gaan uitslapen. Kan ik zeker weten. Nee. Daar is het transportje en dan kunnen wij door. Let op mensen, ik wil hier gewoon rustig en vrede. Ze hebben hem. Oké, mooi. Wij gaan hier een lokauto neerzetten. Op deze parkeerplaats. Nou, even denken. Hier in de wijk. Hier lopen veel mensen, ze kunnen hier namelijk rechtstreeks naar het strand, dus hier komen ook veel mensen uit. Waarom zit ik nog potmonnenzuur vast? Deurtje dicht, voordat iemand hem kapot rijdt. C. Request beetcar. Toerisme, vond ik altijd zelf wel lekker rijden, dus... Ja, oké, dankjewel. We gaan een beetcar... Oh, dat... what the fuck? Daar is hij al. Alsof hij klaar stond voor me. Find a good spot and leave it there. Oh, deze was heerlijk om mee te rijden. Dat weet ik nog zo goed. Oké. Deurtje open. Deurtje open laten. En wij gaan. Oké, vanaf hier hebben we een mooi zicht op de auto. Ik denk dat zo meteen al iemand interesse heeft, want ik zag geloof ik iemand inspannen. Er is al iemand ingestapt. Waarom stop jij niet? Dan komt hij ook nog weg zo meteen. Pull over now.
Goedendag. Hoi. Zit u voertuig? Jo, ja joh. Mag even een ID'tje zien. Oh, je kon hem trouwens ook nog dicht doen via X. Kun je alle deuren dicht doen als ze er vandoor zijn. Kun je geloof ik uitzetten en dicht doen. Wat kan me graag een persoon Eddie Finch voor mij natrekken over. Dat is altijd wel geinig, ja. Oké, in ieder geval aanhouden. Dat was al duidelijk. Hij is duidelijk niet mee eens allemaal, zijn eten schudden, alles. Ja, even uitstappen, handen op het dak. Handen omhoog nu. Handjes omhoog nu. En omdraaien. Oké, ik ben aangehouden, diefstal van een voertuig. Oh, hoi collega. Het is namelijk een lokvoertuig vanuit ons. Dus dat is nou pech, hè. OC, graag een transportje deze kant op. Het transportje hier is... oh wacht, nu moeten we natuurlijk iets met die baitcar. Baitcar menu. Get rid of the baitcar. Yo! Dan gaan we nu weer even melkjes aannemen. Oh wacht, dat was verkeerde knop. Altijd. Zo. Wat is dat dan? Wat hebben we nou aan jou? Je bent een ambu. Oh, die staat op een politieslot, laat maar. Wat was hier de toeter ook alweer? Ah, nee. Griekse ei. Oh, ik heb iets aangenomen. Wat heb ik aangenomen? Suspect, oké. Okay. Iemand die weer onder invloed rijdt. De dag is nog niet zo oud. Of het is nog niet zo laat vandaag. Dit is wel mijn favoriete gebied om, om altijd te surveilleren. Lekker collega's. Dat was wel altijd zo. En deze auto, als je gewoon luistert. Die ging altijd... Hij trekt lekker snel op. Hij schakelt rap. Er zit gewoon een hele goede DSG in, ook al is het een Volvo. Oeh, die remmetjes, dat is hier toch allemaal wat minder dan een GTA 5, hè? Maar ik denk dat GTA 5 in remmen dan weer... overzichtelijk is, maar als je nu vol in de remmen gaat in GTA, ja, in het echt denk ik, als ik met deze snelheden rij en ik begin te remmen, dan ga ik niet al na 5 meter meteen slippen. Oh shit, daar gaat er, oh daar is een reanimatie bezig ofzo, er zijn twee ambus, ga aan de kant. Ik zie toch niks. Ja, dit was altijd een bekend probleem op die brug hier. Dat, ja. Dat die brug raar, dat het beeld een beetje raar ging doen. Waarom gaan mensen niet meer aan de kant, joh? If I had more energy, I'd sort this mess out. File. Waarom kan ik... I order you to stop that vehicle. Oh, 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 oh. Vriend, ik word echt helemaal gek van jou. Hoi, F12... Ga je best laten zien. Dankjewel. Meldkamer even aantrekken. Oké, veel lijsten. Active gewoon. Ik geloof dat u wordt gezocht, zei.
Oké, je mag even uitstappen, je bent sowieso aangehouden voor rijdende invloed. Want dat zag echt erg uit. Dan mogen we hem omdraaien. Dat is wel het voordeel van GTA 4. Je kunt gewoon met je wapenstok af. Daar komen hun wel. Die hebben echt niks beters te doen met die ambus. Gaan transportje deze kant op en auto kunnen we niks mee. Als transportje al de over de B gaat het vandaag doen. Neem dat maar mee. Alt-end. In service, show me available, yes. Rood licht en wordt gezocht voor ook iemand aanrijden, zoals die daar toen straks. Nou, wij moeten achter hem parkeren. Oh, ik heb wel lekker mijn voorkantje kapot. Hoi. Ik ga het even heel lang heel anders doen. Geen ID afstappen, je wordt nog gezocht. Ja, ik ga zo'n kijkje nemen in meldkamer bij de volgende melding. Even wat anders dan verkeerscontroles. Ambraai. Kom hier, kom hier, kom hier, kom hier. Auw, auw, nee! Oké, okay, daar zijn we weer. Nee, ik wilde even die taxi aan de kant zetten, maar laat maar zitten. We gaan gewoon even lekker meldingen nog doen. Ik kreeg de rood, geloof ik, hè? Ja. Voor de melding aannemen, hopen dat we niet te veel citybug hebben zoals erachter. Net, toen we net de opnames deden, ik ben helemaal klaar met jou. Toen ging het breach of peach. Ja, ik weet een verstoring openbare orde. Oh, dat is code 4, oké. Okay. Net toen we die eerste opnames hadden, zeg maar, dus hiervoor, voordat ik dood ging, toen spande ik echt gewoon, ik startte de game en ik spande in als agent. En het, ja, het is heel raar. En nu, het was opeens gewoon geladen. En nu deed ik het, nu deed hij het niet. En nu moest ik naar het politiebureau, moest ik mijn auto spannen en dan krijg ik altijd last van die citybug. Dus ik weet niet hoe dat komt. Maar ik weet niet hoe je kunt opstarten tot je meteen start als agent. Dus ja, het houdt even op dan. Oké, hier was een drugsdeal bezig hier links. Blijkt loos te zijn. Dan gaan we nu door naar een andere melding. Een overval. Zo, dit is ook weer niet echt gezond. Staan blijven. Potman de zoekers. Waarom is hij sneller dan ik ben? Nu gaan we kilometers maken. Hey, kom op! Hoe kun je tussen twee benen schieten, joh? Zo. Is gewoon onmogelijk eigenlijk. Godverdomme vriend. Staan blijven nu. Mes laten vallen. Dat was toch een mes, hè, jongen? Als zij schoten gelost, meerdere schoten gelost op de verdachte. Helemaal de boord, richtte zijn wapen meerdere malen op mij. Ik dacht dat hij een mes vast had, joh. Maar pannek, oké. Ik ben dood. Oké. Border broken down vehicle, dat is recht bij mij. Responding. Disregard, dat dacht ik al. Nou. Maar weet je wat het is? Normaal kun je Alt-P, dan doe je de politiemod spawnen en dan Ctrl-P. En dan start die
dan start hij de dienst, zeg maar. Zoals je bij GTA 5 Force Duty hebt. Mevrouw met een vuurwapen, dat is de laatste melding voor vandaag. Oh, het is hier. Ja, dat is een beetje echt een ramp, dit spel. Maar jullie vonden het de eerste keer leuk en ik vind het ook best leuk om te spelen, want toen straks ging het goed. Toch? We hadden gewoon niet door moeten gaan. Ah, we zijn opgeroepen voor een mevrouw met een vuurwapen in het andere gebied. Waarschijnlijk aan de overkant. Ik hou hier nog even een ambitje tegen. En jij gaat je bek houden. Hier loopt mevrouw wel ergens. Hij ligt hier in het water. Ja, die ligt in het water. Nou, dan gaan we naar de andere melding. Ja, en die andere melding is bij code 4 of wat? Oké. Okay. Hebben we een koffie van... dat was Ctrl P geloof ik. Of P of O. Ja, O. Stolen vehicle, natuurlijk. Even staan voor het geval dat we naar het andere gebied weer terug moeten. Kan ik hier linksop. Oké, dat is hier linksop. Sorry. 1 en 1 is 2. Ja, de ene ramt tegen je op, dan knal jij weer op de andere. Ja. Collega's, hier rijden gestolen voertuig. Waarom doen jullie niks? Get to the curb before I get angry. En ik zit wel vast in die kutdeur. Sorry voor mijn gescheld. Zo. Wapentje erbij. Hallo. 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 Hoi. Uitstappen. F10. Uitstappen. F10. Uitstappen. Je bent aangehouden. Ze werken gewoon niet mee vandaag, joh. En die blijft maar rennen. Heeft hij godmode aan of zo? Ja? Handjes omhoog. Ik
Ga niet nog eens zeggen, want volgende schot ben je dood, zie ik. Heel goed, man. Mensen, ik ga jullie weer bedanken voor het kijken. Weten jullie een fix hoe je de volgende keer meteen met je dienst kunt starten zonder een politiebureau in te hoeven? Ja, Ctrl-P werkt niet. Laat het dan even weten. En willen jullie het vaker zien, laat dat ook even weten natuurlijk. Ik zie jullie over 2 dagen bij een nieuwe video. En hopelijk binnenkort weer in GTA 4. Maar dat is afhankelijk van jullie. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!